Joost, wat ben je aan het doen? Ik ben letterlijk en figuurlijk een Wii aan het unboxen. Laat zien. Zeg maar, de kijkers die denken dan van, wow, heeft hij net een nieuwe Wii gekocht? En dan zeg ik van ja, ik ben hem aan het unboxen, maar ik ben hem echt letterlijk aan het unboxen. En waarom ben je hem aan het unboxen? Hij wil Super Smash Bros. Niet lezen. Dus ja. Ik ga hem openmaken en proberen hem van binnen schoon te maken en dan kijken of hij werkt. Want kijk, daar ligt Super Smash Bros. En die disc wil hij niet lezen, dat is echt stom. En dit kutspel, Just Dance 2014, wil hij dan wel lezen? Het is een kutspel. Joost, het is een kutspel. The best game ever made! Het is waar, Zulke schroefjes. Ik weet niet, die onderste krijg ik niet uit. Wat? Ja, die zit vast. En nu? Ik weet het niet. Schroef hem los. Oh. Ja. Daar zit hidden screw. We found it. Yay! We hebben een hele screw gevonden. Je moest een schroefje draaien om een schroefje te vinden. Ja, maar dat. Oh, dit is een retarded schroefverdraaier. Die heb ik niet. Denk ik. Oh my god, Joost. What the fuck? Heb ik die? Ik weet niet of je die hebt. Ik denk het niet. Ik denk dat ons leven over is. No, you must do this. Dit is een driekop. Ik heb niemand. Die schroefverdraaier bestaat volgens mij niet eens. Een driekop? Ja, kijk, er zijn drie dingetjes. Laat me inzoomen. De driekop. Het werkt niet. Het kan niet zomaar. Blablabla. Ik kan doen dus. Ik heb daar geen schroefdraaier voor. Shit man. Misschien zit hier nog een hidden screw? Nee. Hij gaat wel hier los aan de bovenkant, alleen hier zit het nog vast ergens. Ja. Zo, ik weet al niet waar. En hier ook ergens. Hier zit hij dan vast. Ja, maar ook hier. Kijk, hij zit hier ook vast en ik weet niet waar. Hij zit onder de protectors iets of zo. Niet echt. Ik heb hier nog een klepje. Daar. Dit. Ja, dat heb ik gekeken en er zit niks. Oh, oké. Okay. How to unbox a Wii? Het werkt niet, Link. Waarom niet? Weet niet. What the fuck, man? Oké. Okay. Even blazen. Even blazen. Oh. Kijk hoe het vast zit. How to look inside a Wii. Like a professional. Stop daar je disc in. Ja. Ik heb wel een coole Wii, want deze is ook kapot. Echt waar? Er zit toch een klepje meer op. En waar is je klepje? Weet ik veel, die is ergens. Oh my god, Joost, je zak. Nee. Jawel. Oké. Okay. Ik ga het proberen met dit ding. You can do this. Misschien is dit de oplossing, Link. Gebruik een mesje ervoor. Oh. Oh, er komt beweging in. Oh. Oh, er komt nog geen beweging in ook. Je laat hem vallen op de grond. Ja, ik heb niet heel veel kracht, oké. Okay. Zo'n klein kutschroefdraaitje. Oh! It's working! Oh. It's working. De focus. Ja. Hij komt eruit. Yes. Het schroefje. How to unbox a Wii. Like a professional. Koop een zakmesstoel met heel veel schroefdraaiers. Oh my god. Hij zit eruit. Victor. Oké, nu? Daar liggen ze. Ik kan hem niet uitkrijgen. Niet echt. Waar was het schroefje voor? Yo, what the fuck? Hij zit nog ergens vast, maar ik weet niet waar. Ik weet het ook niet. Wie ergens tussen? Wat is dit dan? Is dit niet iets wat vast kan? Oh nee, dat is natuurlijk voor het klepje. Ja. Nou, dan kan je het ook al. Oké. Okay. Ik zei het je toch? Oh my god, ik ben een genie. Meer schroefjes! Ik zei het je toch! Yay! Oh my god, we zijn genieën. Zijn het ook allemaal drie schroefjes? Oh, eentje wel. Nee, twee. Hier ook nog één. Oh ja, twee. Er zijn heel veel van deze kutschroefjes hier. En waar Joost op de post gezet. Kijk, drie schroefjes. Ik schroef gewoon met links. Hij zit er pittig vast, ouwe. Oh shit, man. What should we do? Wii, why you make so incomplicated? Nou, je kan in ieder geval wel zeggen dat de Wii secure is. Ja, ze willen niet zo dat je in hun technologieën gaat kijken. Nee. Voor het geval PlayStation of Xbox het over wil nemen. Inderdaad. Dit is veel te dik, wacht even, ik moet even iets hebben. Iets scherps en iets kleins. Don't try this at home, kids. Oh my god, de knife. Wat gaat die doen? Knife werkt ook niet. Knife. Maar die andere werkte net wel. Okay, ja, deze. Maar ja. Hij zit heel erg strak nu. Oh god. Huh? Moet ik het proberen? Oké, ik ga deze proberen eerst te doen. Oké. Oh. Oké, fuck it, ik ga eerst wel de grote schroefjes doen. Misschien zijn die kleine schroefjes wel niet net nodig. Wie weet. Denk het wel, maar wie weet. Oh, kijk eens, stel wat gaat, Joost. Je kan het net zo goed.
De eerste schroeven zijn met 4, dat gaat makkelijker. Ja, wie de fuck heeft nou 3 schroefjes ontworpen? Ik weet het ook niet. Was het Timmy Turner? Misschien. Kut, Timmy Turner. Why did you do this? Timmy Turner. Hij wenste voor extra schroefjes. Wij willen meer soorten schroefjes. Oh, is dit een knopje? Wat? Die indruk. Zou je open moeten gaan? Niet oké. Oh my god, Joost, what the fuck ben je aan doen? Ik ga hem slopen, Link. Dat lijkt net op een Gamecube. Een potte Gamecube. How to break your Wii. Tutorial. Kan deze niet open? Nee. Geen idee. Dat is de achterkant. Misschien kan die ook wel open. Nee. Niet echt, hè? Nee. Ik denk dat je die schroefjes eruit doet. Ja, ik denk het ook. Try again. Please. Ik wil het ook al proberen. Oké, okay, take over. Take over. Take over. Is het taking over? Hard. Concentreer je heel erg op de schroef. Je moet één zijn met de schroef. Niet waar. Oké. Okay. Zet die kracht, Link. De Triforce kracht. Oh shit, dit is moeilijk. Het is best wel moeilijk, ja. Waarom is dit zo complicated? Ik weet het niet, Link. Komt er beweging in? Nee. Maak je de schroef niet stuk? Nee. Ik hoor heel veel knak. Oké, laat het andere proberen. You break the screw, man. Dit doet pijn aan je handen. Dat is zeker waar. Heb je echt geen schroef van 3? Die bestaan niet eens volgens mij. Jawel, moet wel. Kijk mijn duim. Oh. Doet pijn. Alright, let's try it one more try. Maar dan met links. Bah, lukte niet. Oh. Waarom is dit zo stom? Dat we zo proberen. Oh, hij lukt. Hij lukt. Yes. Maar nee, niet. Oh. I fake dus we fixen het, Link. Oké, okay, hoe gaan we doen? Tutorial opzoeken. How to open a Wii. How to unbox a Wii. Ik heb het gegoogeld. How to unbox a Wii. Oh, moet die dingen er wel afhalen? Not to be mistaken with these feet. Oh, niet? So there's one on either side of the console. Wat? Wat? Wow, magic! Is dat daar wat verstopt? Op. We doen shit verkeerd, Link. Oh my god. Schroefdraaier. Switch. Switch, oké. Okay. Is dat blijkbaar iets secrets? Er zitten hier secrets. Nintendo heeft dat voor ons verstopt. Nintendo, you faggots. Laat zien wat de secret is, Joost. Het zit hier onder, zei hij. Nee, niet. Moet wel. Ja. The secret must be revealed. Stoel het terug. Maar ze doet het opzij. Nee, maar dat kan niet. Het is. How did he do this? I don't know. Ik ga het met een mes proberen. Ja, hij doet het ook met een platte schroef draaien. Ja, ik ook. Jij bent zelf plat. Oké. Oké. Kijk, hij is flat, dames. Ik heb geen. Oh! Wat? Oh my god! Oh my god! Oh my god, we found it! Ta-da-da-da! Sorry, je had ervoor. Ga weg met. Epic zoom in, failed. Da 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 da. Oké. Okay. Daar zit het. Oh my god, kijk, cool. Dat zijn echt van die dingetjes die eenmalig af kunnen volgens mij. Nu heb ik geen garantie meer. Op een 600 jaar oude Wii. Switch. Oh, dat zijn echt van die stickers. Ja. Yeah. Oh my god. Oh nee, dat zijn weer van die 3 schroeven. Cat. Het zijn 3 schroeven. Oh my god. Next, we're going to remove the panels on the side of the and the battery. We're going to take off. Overal zit de shit. Cube. Dat verwaren we ook. There's 2 on the other side. No, don't worry about snapping it. I've never screws that are holding in the CD-ROM drive. DVD-ROM drive, sorry. On the other side, there will be 2 cables. You're just going to pull one of these cables out of its casing, which it was in there. Ik wil alleen maar blazen, man. I just want to blaas. I just want to blaas. Juist, we gaan doen met de schroefjes. Ik weet niet. Ik moet er weer in elkaar zitten, denk ik. Oh. Ik weet het niet, Link. We hebben geen 3 schroevendraaier. Kut. We kunnen dit niet fixen. No. Dit is een batterij, trouwens. Is dat een batterij? Ja, zie je dat?
Oh, cool. Wat doet de batterij? Ja, ik snap niet helemaal waarom die erin zat. Is dit de batterij van wie? Ja, de wielerbatterij, jongens. Confirm. Oh, de batterij! Why did you do it? De batterij is weg. Oh. Oké. Okay. It's back. Oké, okay, gelukkig. Stop hem terug. Oh, daar moet eerst nog een schroefje in. Wat? Dat was de enige drie schroef die we eruit hebben gekregen. Ja, dat is waar. Krijgen we die ook nog weer in? Denk je? Denk ik niet. Oké, okay. Dan hebben we het goed gedaan. Nee, dat is mijn schroefgerijtje daarvoor. Ik heb geen idee. Ik had er eentje en hij is weg. Jij hebt hem als laatste gebruikt. Oh, daar heb je. Find it. We zingen altijd kerstliedjes als we schroeven draaien. Hij gaat niet meer dicht. Hij is dicht. Oké. Ja. Oké. Kijk naar je oor. Waarom? Ik weet niet. Doe het niet. Oké. Kijk, hier woont Joost. Als je deze boom herkent, daar woont Joost. Goed kijken. Want ik ken die boom. Jawel, mensen herkennen deze boom en die gaan hier dan stalken. Oké. Oké. Gezellig. Jee. Feestje bij Joost thuis. Feestje bij mij thuis. Ah. Vanavond is wel een feestje. Wat heb je op je hand? First look bandje. Nee, dat op je hand. Dat is dat, je pols. Oh, dat. Dit? Ja. Dat krijg je als je van je longboard afvalt. Waarom val je van je longboard? Dat was een heuvel. Ja. En dus zeg maar, als je hebt wel van die stoepen die zo naar beneden lopen en dat je dan op kan rijden met bijvoorbeeld een wagen of zo. Ja. Ja, die stoepen gebruiken wij ook om erop te rollen, op de stoep te rollen. En ik dacht, hé, daar is een stoep. Er lag allemaal blaadjes overheen. Dus ik denk, volle snelheid, dus ik rijd erop af, maar het was dus gewoon een normale stoep. En toen reed mijn bord zo tegen de stoep op en toen viel ik door. Heel onderweg, want er ging hard en toen viel ik. En ik heb ook heel veel schaven onder mijn knie, maar die ga ik niet laten zien. Die zijn voor de volgende vlog. Oh, echt? Nee. Oh. Maar het zou wel spannend zijn. Vlog vrijdag, Joost. Laat het zien in vlog vrijdag. Oké. Beloofd? Nee. Oké. Jongens. Allemaal naar mijn kanaal. Allemaal naar Joost's kanaal. Joost gaat laten zien hoe die gevallen is. Joost valt stoepen. Nieuw kanaal. Kijk hier beneden in de beschrijving. Waarom ben je aan het slaan? Hij moet dicht. Doe lief tegen je weer. Nee. Hey, doe lief. Okay. What the fuck ben je gemaakt aan het doen? Probeer hem te fixen, Link. I can do this. Unboxing, maar unboxing. Jongens, welkom bij een nieuwe boxing van de Wii. Vandaag boksen we een Wii. We zitten zelf een Wii in elkaar. How to box the Wii. Wie in elkaar zet gaat fout. Zo uit deze video. Heb je die twee schroefjes al terug gedaan daarin? Ja. Oh, oké. I didn't know. You didn't know. You didn't know. Did it now. Het is lastiger dan ik dacht. Oh my god. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Nee. Yeah. Oh yeah. Fuck die Danny. D4 and I. Away. Ah. Yeah. Geëdit door Dom. Is dat zo? Denk het. Kijk, wat staat. Hij wordt geëdit door Dom. Kijk, als je goed kijkt. Laat daar. Deep in a way, deep in a way. Dom. Goed gedaan, Dom. Oh, kijk die skills. Oh, yeah, oh, yeah. Ma. D4 en een I, Joost. D4 en een I. Ik zoom in en ik beweeg. Oh my god, dat is zo fantastisch. Oh my god, Joost! That's a moment right there. We dance to the left, we dance to the right. We can party all night. Joost, dans! Oh, hij gaat los! Oh yeah! What the fuck? Repeat de momenten, Joost. Repeat de momenten. What the fuck? I feel in the Wii. Ik schrok mijn kleren. This is not how you insert a save disk. Oh. Zou die werken, denk je? Nee. We zullen zien. We hebben hem kapot gemaakt hebben. Je bent kapot. We hebben hem niet eens helemaal open gemaakt, Link. We zijn noobs. Jij bent noob. We hebben niet eens drie schroevendraaier. Jij hebt niet eens een drie schroevendraaier. Jij wel dan? Ja, natuurlijk heb ik die. Die heb ik uitgevonden. Denk je stiekem voor Nintendo? Fuck! He knows my secret. Bah, Illuminati.
emulatie. Joost. Ja. Drie schroevendraaier. Drie. Driehoek. Nintendo Xbox emulatie. Ja. Ik dacht dat je ging zeggen Half-Life 3 confirmed, maar. Dat zou ook kunnen, maar. Zo close. Nintendo is eigenlijk gewoon Gabe Newell. Maar misschien gaat Nintendo wel Half-Life 3 op de Wii U. Ah. Of de Nintendo 3DS. Ik hoop niet voor Steam, dat zou raar zijn. Nintendo 3DS, Joost. 3 confirmed. Oh my god, wat is Nintendo? Jongens, snel, ga naar je GameStop en koop de game. We hebben niet eens een GameStop in Nederland. Nee? Nee. Oh. Ga naar Amerika, naar de GameStop. Ga naar Amerika en dan kan je hem kopen. Voor in Nederland. Hij is Nederlands, vertaald toch, Joost? Gisteren op de first look kwam Gabe Newell en die had een computer met Windows 95 erop staan. Ja. En toen pakte hij een schijf en er stond op 3. En meer niet. En toen deed hij het erin en toen was het Half-Life 3. En toen ging iedereen helemaal flippen. En wij waren de enige mensen die het overleefd hadden. Mag raar. Ja, daarom zijn we het hier om door te filmen. Maar niemand zal ons geloven. Oké, dan is het goed. Kijk, dat is Danny. Hij zat te deel. Oh, Danny. Je moet een pakketje erop plakken, Link. En dan is hij niet meer dat. Vet scheef. Good enough. Good enough. Ooit koop ik een 3 schroefdraaier. Ooit, wanneer wij Super Smash Bros. Kunnen spelen. Kunnen wij Super Smash Bros. Spelen. Here's me! Yay! We zijn niet opengemaakt. Joost, zullen we kijken of die werkt? Oké. Okay. Okay. Sluit hem aan. Oké. Okay. Oké. Okay. They see me going. Oké, okay. Hij gaat going. Zo. Hier. Gaat hij op. Netjes. En tight. Dan doen we deze erin. Arm tegen Joost. Ik ga hem tegen. Oké, die zit erin. En de volgende. Bah. Die zit er ook in. Bah. Dan doen we de derde erin. Die zit hier. Zo, die zit er ook in. En de laatste. Dat is USB. Ja. USB is voor internet. Ik wil online spelen. Je bent zo op internet. Hij wil erin. Ja. Nou begint het. Ja, oké, okay, zit erin. Oké, okay, ga het proberen. Gaan we proberen hem aan te sluiten, Link. Ja. Super Smash. Wat deed je? Ik ging hem likken. Oké. Okay. Hij gaat erin! Ja, maar dat deed hij al. Yes! Oké. Okay. Poging tot. Ik denk niet dat hij doet, Link. Ja, please. Please, read it. Read it. We hebben hem niet echt opengemaakt. Faggot! Dat is de wereldleiding als je hem nodig hebt!